kwam hier vanavond aanlopen en ik zie dat dorpje. En ik denk, wow, dit is echt gek. Dus ik was iets te vroeg. Dus die mevrouw die zei, ja, we moeten hier naar binnen. Ik zeg, nee, ik ga eerst nog even een rondje lopen. Dus ik moet een rondje gaan lopen. En ik denk, wow, dit is echt helemaal gek. Ik hou heel erg van geschiedenis en van dit soort bouw. En de kneuterigheid en de gezelligheid die dat uitstraalt. Dus ik vroeg aan die museumdirecteur, van, hebben jullie alle mensen hier uitgejaagd? Maar het blijkt gewoon allemaal gebouwd te zijn. Zeker ben ik vaak in het Zuiderzeemuseum geweest. Ik vind het hier geweldig. Het is zo, het werkt zo op je verbeelding. En het is zo mooi gedaan. Het is allemaal zo ja, een fantastische locatie. Dus ja. Ja, je staat dus niet helemaal nieuw tegenover. Nee, en, nee. En nu, ik heb even, nou, je schrijft boeken, maar nu moet je iets herschrijven. Is dat niet iets heel anders dan? Ja, nou, ik ben eigenlijk scenario schrijver. En scenario schrijver is eigenlijk een drama schrijver. Dus wat je eigenlijk moet doen is iets dramatiseren, spannender maken, uitvergroten, tot de verbeelding van mensen laten spreken. Dat is eigenlijk wat je doet. Dus dat heb ik met dit verhaal ook gedaan. Dit is eigenlijk een legende uit het grote dik van Sinterklaas eigenlijk, met legende en zagen van de Zuiderzee. En dat verhaal is gewoon een A4'tje en dat heb ik gedroomd, dat heb ik bewerkt. En heb ik een drama van gemaakt met het gevecht tussen goed en kwaad. Duivel en de kapitaal. En de scènes dan, hè, hier in het museum. Heb jij zelf gekeken van, nou, ik wil dat en dat en dat gebruiken? Of werd dat aangeleverd al? Qua locaties? Ja. Oh ja, ja. Nee, dat hebben we een beetje in overleg gedaan. Dus ik ben met, zeg maar, de producent van dit hele stuk. Zij, ben ik helemaal door het museum gegaan. En zij heeft mij gewoon verteld van, nou, we willen iets doen met kalkovens. We willen een dramatisch effect. We willen iets met een feesttent. Weet je wel, die mooie tent waar dat schimmelspel is. We willen iets met een lege schuur. We willen iets met een vijver. Dat is mij wel aangereikt, ja. Want anders kon ik natuurlijk niet denken hoe het verhaal zou lopen. Want het is echt aan een locatie gebonden. Vorig jaar naar de motketen van Schotland gegaan. Het was geschreven door Ronald Gippard, inderdaad. Het jaar daarvoor ben ik niet geweest. Maar dat dus helpt, want dan kun je een beetje voorstellen hoe het allemaal gaat met het geluid en licht. En dat het echt een ervaring is of een belevenis. Meer dan een toneelstuk of zo. Ja, en de samenwerking met het museum en met Frank? Ja, heel leuk. Heel goed. Dat gaat heel goed. Het museum is super, het zijn gewoon geweldige mensen. Die werken ook echt keihard volgens mij om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En het is een productie, dat wil je weten. En ook dan nog eens om al die duizenden mensen er doorheen te leiden. Dus ja, ik heb niets dan nog. Dus dat gaat heel goed, het samenwerken. En Frank is de acteur. Dus die is gewoon ingehuurd om dit te doen. Maar die doet dat ook gewoon heel professioneel. Je kan merken dat hij er plezier in heeft. Dat het niet zijn van een stomme klus voor hem is. Het is echt een job van hem. Hij doet het echt goed, vind ik. Leuk object geweest is dit. Ja, hele leuke klus om te doen. Ja, omdat het zo'n universeel verhaal is. Weet je wel? De strijd tussen hebzucht en liefde. Nou, dat herkennen we allemaal. Denk ik, hoop ik.